Het VMBO van het Merenwaardecollege in Gorinchem telt meer dan 400 leerlingen. Het Merenwaardecollege biedt een veelheid aan programma's en vakken en prikkelt zo bij de leerlingen hun eigen talent. Hoe beter je bent opgeleid, des te makkelijker kun je later een beroep kiezen dat bij je past. Naar school gaan doe je om iets te leren, maar er zijn op een school ook andere zaken belangrijk. Wat wij belangrijk vinden is samen, de dingen samen doen op school. Met ouders, met leerlingen, met leraren. Geen ivoren toren, maar een overleg. Samen naar voren. Ik heb voor deze school gekozen omdat het met techniek te maken heeft, wat ik heel erg graag wou. En ik hou niet van de boeken. En ik wil zelf ook graag in de dieseltechniek. En dit is in principe de basis, autotechniek. En ja, daar moet je toch mee gaan beginnen. En ik heb zelf thuis ook die hobby van motoren ja, aan de gang maken, opknappen en alles. En als ik met problemen zit, ik kan hier op de school in boeken opzoeken. En als ik er helemaal niet uitkom, kan ik altijd naar de leraar toe. Het woord zit er al in, dischonden, nokkenaars. Als ik deze opleiding heb afgerond, weer verder leren, echt gericht, dieselmotoren. Echt dieseltechniek en dan op het gebied van scheepsmotoren. Dat wil ik heel graag. Desnoods eigenlijk voor mijn eigen beginnen. Voordat je een eigen bedrijf kan starten of een baan kan gaan zoeken, moet je dingen kennen en kunnen. Het Merenwaardecollege biedt een goede balans tussen theorie en praktijk. Je vraagt je misschien af wat je na het VMBO kunt gaan doen. Om je een idee te geven, nemen we even een kijkje in de keuken van Michel. Ik wist eigenlijk gelukkig, dat is mijn voordeel, wist ik al vroeg dat ik kok wilde worden. Dus dat was eigenlijk al op jonge leeftijd. Voor mij was het een logische keuze om dan naar het Merenwaarde te gaan. Omdat die een leuke opleiding konden bieden en kunnen bieden tegenwoordig. En ik heb daar gewoon mijn eerste kroketjes eigenlijk gedraaid. En daar is het eigenlijk allemaal een beetje mee begonnen. Dus dat was heel leuk. Wat me tegenwoordig opvalt is dat veel kinderen moeite hebben met het maken van een keuze. En ik merk dat ze bij het Merenwaarde daar erg goed zijn in het motiveren en het begeleiden naar de horeca toe. Waardoor kinderen toch een goed idee krijgen van hoe dat de horeca in werkelijkheid is en hoe dat eraan toe gaat. Nou, de samenwerking met Merenwaarde en ons bedrijf is wat dat betreft ook heel goed. Ieder jaar nemen wij ook stagiaires van het Merenwaarde aan. En ik moet zeggen dat leuk is en dat goed verloopt. En ik denk dat zeker nog een extra motivatie is voor die kinderen om de horeca in te gaan. De meeste leerlingen leren na het VMBO door op het MBO. Daarna zoeken ze een baan bij een bedrijf in Gorinchem of omgeving. Een van die bedrijven is Damen Shipyards Group. Op dit moment bevinden wij ons bij Scheepswerf Damen in Gorinchem. En zoals jullie kunnen zien bouwen wij schepen van wereldformaat. Om die schepen ook in de toekomst te kunnen blijven bouwen, hebben wij vaklieden nodig. Die vaklieden die komen onder andere voor ons ook bij de Merenwaardecollege vandaan. Wil je meer weten? Kom langs, bel of kijk op onze website www.merenwaarde.nl.